Op Cinekit komen een groepje verslaggevers een vlog maken voor een YouTube-kanaal. Dankjewel. Maar nu moeten we wel snel de reportage opnemen. Ja, laten we snel beginnen. In de buurt van Cinekit speelden een paar kinderen buiten. Zij hadden niet zoveel met film en media. Dankjewel. Wat ziet u er mooi uit? Van waar komen jullie? Gewoon werk en zo. Je weet wel, kleine dingetjes. Van Cinekit. 2, 1, ja. Hallo, hier zijn we dan. Eindelijk bij het Cinekids Festival. Hallo, je moet ons filmen. Wat doe je nou? OMG, dat zijn de megastars. Oh my god, we Waar hebben ze het nou over? Zijn dat jullie vrienden? Nee, we kennen ze niet. We zaten hier gewoon. Maar dat zijn de megastars! Ja, wie zijn dat dan? Ja, duh! Dat zijn de beroemdste filmsterren van dit moment. Haar nieuwe game wordt dadelijk gelanceerd op Cinekit. Waar is het haar telefoon? Ja, die liet ze net vallen. Ja, maar ho even, dat is de telefoon van de meiden. Het is de telefoon van een van de megastars. Ja, kom, laten we erin kijken. Hey! Nou, hebben jullie nog nooit van artikel 19 gehoord? Hè? Artikel 19? Privacy! Ja, dat is de rechte privacy. Boeien. Bij de managers van de megastars was er paniek. De mega game die gelanceerd zou worden die dag bleek niet verslavend genoeg te zijn. Over 3 uur en 12 minuten en 25 seconden precies moet hij gelanceerd worden. Ik vind het niet oké. Hij is niet verslavend genoeg. We moeten beter ons best doen. Ja, ik dacht dat de verslavingsfrequentie 71% was. Ja, maar it has to be 80%. Ja, en dan komen we 9% tekort. Denk dat het in de code te fixen is? We hebben nog maar 3 uur, 58 minuten en 2 seconden. Ja, ik doe mijn best. Doe er een extra megadansje in. Maybe extra treasures. De GVF. De gameverslavingsfrequentie steeg licht. 74! 75! Hoger! 76! Maar hoger kwam die niet. Hé, kom, we gaan eventjes naar haar foto's kijken. Ja, laten we kijken. Is er wel een wachtwoord? Nee, dus we kunnen er makkelijk in komen. Wel handig. Hé, ze heeft geen foto's? Geen foto's? Hoe dan? Dat kan toch niet? Okay. Kom kijken naar haar contacten. Ja. Ze heeft maar één nummer. Misschien van de ouders. Nee, want dit is de nummer van haar manager. Manager, hoe dan? Waarom heeft ze niet eens de nummer van haar moeder of vader? Dat weet ik niet. Ongelooflijk. Oh. Waar waren jullie nou al die tijd? We hebben een groot probleem. Our game is niet verslavend genoeg. Maar dat is toch niet erg? Straks worden kinderen alleen nog maar net robots. Wat weten jullie van robots? Te veel, hoop ik. Nee, ze mogen niets weten. Zullen we gewoon die manager nu bellen? Ja, dat is een goed idee. Hey. Oké. Eigenlijk zouden we een paar proefkonijnen moeten hebben. Maar waar vinden we nu nog proefkonijnen? Hallo? We hebben een stel. Oh, de telefoon van Megastar 2. Ik bedoel, Megastar Annabel, ja. Ja? Oh, die zijn in de buurt. Nou, dat is mooi. Weet jullie wat? Jullie kunnen hem direct komen brengen. Jullie willen dat we nu eraan komen? Oké, is goed. We hebben proefkonijnen. Kunnen ze eindelijk ontmoeten? Ja, gelukkig. Okay, laten we snel gaan. Ja, kom. Ik vertrouw het niet hoor. Kom, we gaan erachteraan. Alles werd klaargemaakt om de nieuwste game te testen op de verslaggevers. We hebben de telefoon van een van de megastars. We denken dat het van Annabel is. Kom binnen. De megastars. Oh my god. Willen jullie misschien onze nieuwste game uittesten? Gelukkig werd van een afstandje alles in de gaten gehouden. Wow, ik zie het al. Dit is echt super vet. Oh. Dit gaat goed, jongens. De game leek verslavend genoeg.
We hebben nog 10 minuten en 8 seconden. Precies op tijd voor de presentatie. Laten we gaan. Maar we kunnen hun toch niet hier alleen laten? Dat kunnen we wel. Kom mee. Zullen we hier hoor? Wat is hier nou? Hier dan. Nu pas bleek dat de game veel te verslavend was. Spelers konden na 2 minuten gespeeld te hebben al niet meer zonder. Dames en heren, fijn dat jullie er allemaal zijn. We hebben jarenlang gewerkt aan de ontwikkeling van deze game. De naam van de nieuwste game is... De nieuwe Megastar Game. Hier zijn de Megastars! Was er nu niks te bedenken om de lancering van deze gevaarlijke en verslavende game te stoppen? Wat is dit nu? Dat is die telefoon van die Mega-ding. Megastar, volgens mij. Er zit een grote rode knop op. Hé, hey, oh, er staat hey. Uit op. Wat? Wat er uit? Oh, hier. Er gebeurt niks. Maar wat ze niet wisten, was dat de Megastars eigenlijk robots waren. Zij hadden ze met 1 druk op de knop uitgeschakeld. Zo werd de wereld beschermd tegen een zeer verslavende game. Wat is er gebeurd? Wat kleine woordjes kan ik doen? Stress? Ja, ja, je leest het goed. Dit is het einde van de film. Nou, mocht je nou nog meer willen zien, bijvoorbeeld de bloopers. Ja, bijvoorbeeld de bloopers, dat kan, die vind je daar. Of een andere film, daar. En abonneren, dat kan ook, maar dat heb je vast al gedaan. Niet? Nou, doe dan, dat kan hier. Dus doe hè, ga ik even opruimen. Ja. Zo, want ik wil hem natuurlijk nog een keer gebruiken, hè. Ja. Daar, daar. En hier, niet vergeten hè. Oh.